Nou, we komen net uit de tank. Ik vond het echt wel heel lekker. Het is heel erg wennen. Ja. Want je moet heel erg ontspannen zijn. Het is donderdagochtend en ik heb heel veel zin in vandaag. Ik heb beneden Sarah en Mila, die breng ik zo naar school. Dan ga ik Kitty ophalen en dan gaan we zoiets leuks doen. En ik ben zo benieuwd. We gaan floaten. En ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb er hele goede dingen over gehoord, dus ik ben echt benieuwd. Maar het zou heel erg relaxed voor je lichaam moeten zijn. Je spieren, je gewrichten, maar ook heel veel rust met zich meebrengen. Dus ik kijk even wat ik daar allemaal kan filmen. Of dat wel of niet mag. Dat heb ik eigenlijk niet vooraf gevraagd. Dus dat gaan we zo zien. Maar ik heb er zo verschrikkelijk veel zin in. En ik hoop ook echt dat het helemaal goed doet voor mijn lijf. Oh. Deze zit op slot. Achter zetten hoor. Ja, had ik ook al gedaan. Alles achter gegooid. Ik hou Kitty op en... Oh, ik moet ook even het adres instellen. Wat zei je? En hallo. En dan gaan we erheen. Ja. Ik heb hier een grote handdoek voor je neergelegd. Voor straks als je klaar bent met het floten en het douchen. Deze kleine neem ik altijd even mee de cabine in. Er zit 300 kilo zout in. Dus als je kriebel hebt in je gezicht, zou ik even een doekje gebruiken. En even erg in hebben dat je niet vanuit het water zo in je ogen gaat zitten wrijven. Die hang ik alvast aan de binnenkant. Van tevoren vraag ik al of iedereen eventjes af wil douchen voordat ze instappen. Als je deze indrukt en je draait hem naar de muur toe, heb je de grote douche, staat er ook op. En als je hem naar beneden toe draait, heb je de kleine handdouche. Tussen die twee tekentjes in is die uit. Dan moet hij even goed opstaan, dan stopt hij ook met druppelen. Nou, dan kan je gewoon lekker instappen. Het is heel ondiep. Je staat echt maar tot aan de kuit in het water. Meestal ga ik gewoon eerst even lekker zitten, dan zit je gewoon nog op de grond en zodra je gaat liggen, dan ga je drijven. De rode knop is een noodknop, heb ik nog nooit meegemaakt, maar goed, hij moet er natuurlijk in zitten. Het beste is om de deur dicht te doen, omdat het echt op lichaamstemperatuur is. Maar de luchtvochtigheid is wel vrij hoog, dus hij kan eventueel op een kiertje als je het te benauwd hebt. Hier om de hoek zitten nog twee knoppen om zelf het licht te kunnen bedienen. De witte knop kan je dan eventueel de sterrenhemel mee aan- en uitzetten. En met de blauwe knop kan je nog het licht in het water eventueel aan- en uitzetten. Ik heb een kussentje neergelegd. Als je hem niet gebruikt, dan gaan helemaal de oren onder water. Dus je moet even kijken voor jezelf wat je prettig vindt. Nu staat de muziek wat harder. Dat is gewoon een intro van ongeveer 10 minuutjes. Dus heb je even de tijd om af te douchen en even lekker te gaan liggen. Na die 10 minuten gaat de muziek helemaal op de achtergrond, dan hoor je hem bijna niet meer. En als de floatsessie is afgelopen, dan komt automatisch de muziek weer harder op. Waardoor je weet dat je er weer uit kan en dan even goed afdouchen. Ja, leuk. Ja, echt hè? Nou, we komen net uit de tank. Ik vond het echt wel heel lekker. Het is heel erg wennen. Ja. Want je moet heel erg ontspannen zijn en daar zelf naartoe gaan natuurlijk. En ik vond dat in het begin lastig. En bij mij ging het daarna best wel goed. Jij vond het iets lastig nog, hè? Ja, was ja. Even wennen. Maar het is wel echt heel erg lekker om gewoon te liggen. Je drijft en je zweeft eigenlijk een soort van voor je gevoel in die tank. En ik vind het zeker voor herhaling vatbaar. Dat we gaan het vaker doen. Ik ben weer thuis en ik moet zeggen dat ik wel echt het idee heb dat ik me uitgerust voel en heel wakker. En ik voel me altijd pas 's avonds als ik naar bed moet wakker. Dus ja, of het is echt toevalstreffer of het komt echt daardoor. Maar ik voel me niet onplezierig, dus daar ben ik heel blij mee. Mila speelt hier ook naar school en ik moet over 3 kwartier de deur uit om die meiden op te gaan halen. Dus ik ga nog even heel snel een rondje door het huis. En nog even die paaspullen pakken, wat niet gelukt is. Maar die meiden wilden aan een kleurwedstrijd, wilden ze allebei kleuren. Ze wilden op de Nintendo Switch Just Dance doen. Ze wilden de paasversiering doen. En ze wilden nog iets. Dus ik denk als ik het vast klaarzet, hopen we dat ze het allemaal halen voordat Mila opgehaald wordt.
En Kitty is nu heel even naar huis. Maar die moest even wat dingetjes doen. Sporten en nog wat dingen voorbereiden. En daarna komt ze dan weer terug. En dat kwam voor mij ook eigenlijk alleen maar mooi uit. Omdat ik ook dan gewoon even de dingetjes nu kan doen die ik wil doen. En dan hebben we gewoon dadelijk en vanavond de tijd om gewoon even te chillen. En ja, ik ga even opschieten. Dan heb ik af wat ik nu af wil hebben. Sarah ligt op bed en ik lig nog even lekker op de bank dan met Kitty. Even lekker niks doen, thee drinken. Chillen. Echt lekker. En ik heb mijn haar daarna gewassen en dat is nog steeds nat. Maar ik vond het wel lekker. Vandaag. Ja, relax. Kitty is net naar huis gegaan en toen ging ik nog heel even editen. En toen had ik dat gedaan, toen ging ik mijn vlog renderen. En toen dacht ik, ik kijk heel even een klein stukje The Big Bang Theory. Want dat vond ik wel leuk om op Netflix de hele serie te gaan kijken. En ik ben in slaap gevallen. En dat was eigenlijk lekker. Ik heb echt een uurtje geslapen of zo, iets langer op de bank. Maar ik wil echt heel lekker slapen, al ben ik nu nog steeds echt heel moe natuurlijk. Dus ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, klik dan hieronder even op abonneren. Want ik kan in mijn analytics altijd zien dat er vrij veel mensen zijn die wel kijken, maar niet geabonneerd zijn. Dus klik dan even op die knop, vind ik helemaal leuk. Duimpjes zijn top, reacties zijn top. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!